Yo, wat op kijkers van Fanboyk en welkom bij deze gloednieuwe aflevering van It Takes 2. Ik ben weer met Mats. Hallo Mats. Hallo. 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 Ben je er klaar voor? Ik weet niet meer wie ik vorige keer was. Je was de mevrouw. Oké. Okay. Ik ben de man in de relatie. Ik heb de broek aan. Oké. Mats, ben je er klaar voor? Volgens mij moeten we nu verder gaan skiën. Oh. Oh no. She's leaving. Rose, dit stukje hebben we gezien, want hier gaat de, hier komt Hakim. Hij is klootzak. Kijk, zie je? Jawel, dit is Hakim. Zie je? Hij is Hakim. Ah ja. Muziek. Maar wat nou als je vast zit in een, weet ik veel, stel je zit vast in drijfzand, is dat dan ook een mental dingetje? Is dat dan ook, moet ik dan mijn psycholoog bellen en niet ambulance gewoon? Nee, ik denk dat je dan gewoon je therapeut moet bellen. Wel. Ja. Doei. Hoe doe ik dit? Hoezo kan jij... Wat is sprinten? Ah, oh, dat, is, dat was de verkeerde knop. Mies. Hoe doe jij sprinten? Oh. Ja, hoe doe jij sprinten? X. Ah, zo. Oh, damn. Wat moet je hier doen? Oh. 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 Wat deed ik? Oh. Ik weet niet hoe ik dit deed, maar... Ik weet ook niet wat ik aan het doen ben. Oh, ik moet over. Oh, elektriciteit. Oh. Kijk uit voor de elektriciteit. Daar moet je overheen springen. Kleine tip. Ja, die elektriciteit moet je overheen springen. Kleine tip. Oh. Oh, ik de ene gekke sprong. Hallo, doei. Nee, wacht. Nee, we moeten tegelijkertijd. Heb ik het gedaan? Ik ben veel oh, te goed. Oh, we moesten tegelijkertijd houden. Doei. We moeten tegelijkertijd. Oké. 3, 2, 1. Maar ze zitten nu een hele schuur, zitten ze nu gewoon te slopen. Ja, maakt niet uit. Dit is een mooie schuur. Oh! Oh, what the fuck? Huh? Ik skipte een ding. Huh? Hoe deed dat? Ik kan niet meer springen. Ik ben geglitcht. Hallo. Hoe doe ik dat? Oh zo. Oh. Wij zijn zo goed. Amazing. Let's find Rose. Ik weet precies wat ik aan het doen ben. Mats. Onze verrekijker leeft. Ah joh, gebeurt wel vaak. Nog nooit eerder gezien? In hier? Alright, oké. Ah, ja, Patricia Pai. I look dead. Oh, hij ziet er wel inderdaad echt dood uit. What was going on? Oh no. Oh, Patty Brad. What's with us? Jij ziet er ook wel dood uit, man. Ja, klopt. With her dolls, and then you two came alive. Just like that? You didn't see anything else. Well, there was one unusual thing. Why? What happened? She was crying. Ah, Mats, je hebt onze dochter laten huilen. Niet jij. Nee, jij. Nou ja, dit is dus waarom we gaan scheiden. Helemaal klaar mee. Altijd mij de schuld overgeven. Ja, maar kijk, jij hebt blauw haar. Hoe kan je dan niet de schuld geven? Nee, jij hebt blauw haar, want dan ben jij. Wacht, ja. Jij hebt een plant als hoofd, je lijkt wel vegetariër, jezus. Ben ik ook. Maar ik heb wel... Dan is het heel logisch dat ik heb wel de oplossing.
turned into a wooden doll? Het is een spel. Het komt door de kotertranen. Exactly. It had to be the tears. En dit is dus waarom je koters instant moet... Wacht, wat? Huh? Wie zei dat? Hallo? Wacht, mooike. Huh? Tot welke leeftijd ben je koter? Vijftien. All about this spell stuff. I'm a virtual wizard right now, okay? Ik zeg, laten we het... Kom toch maar niet naar Breda. Oké. So, if the spell was cast through her tears... Kunnen we dit skippen? Wat? Ik moet niks doen. Ach, als ik dit doe, dan gebeurt het ook bij jou. Ja! Stop. We have to reverse it through her tears. Oh, we moeten hem nog een keer laten huilen. Daar ben jij heel goed in, heb ik gehoord. We basically have to find her and make her cry on us again. Zie je? Ik wist het. Mats, jij bent heel goed in onze dochter laten huilen. Fine. Okay. Do you know where to find her, Miss Binoculars? She's in her room. Go on. Okay. Thanks. Gaan we nou op dat ding zitten of zo? Denk het. Easy. We just climb the tree. Kan je een beetje boom klimmen? Ja, ik ben heel goed. Zonder te vallen ook? What? You're never gonna make that niet zo heel goed. Ja. Watch me. Nope. Dit was echt wat de sprong van de eeuw gewoon. Come on over. We'll throw us the rope. It's too far. Cody, where there is love, no distance is too far. Ik mag die Hakim echt niet. Ik ook niet. Hij is te Mexicaans. Hij heeft wel een coole snor. Hij is te Mexicaans. Hij heeft wel een coole snor. Ja, maar hij heeft nog net geen quesadillas in zijn mond, zeg maar. Misschien heeft hij die wel op pagina 15. Ah, oké. Okay. Maar hij heeft wel een coole snor. Oh, damn. All right, let's swing across. Yeah, but... Whoa, that tree is huge. Dit is een grote boom. Don't worry about it. The ropes will take us to Rose in an instant. Waar moeten we? Oh, deze kant. Oh mijn god. Je kan ze doodmaken, Mat. Je kan de mieren vermoorden. Wat doe ik dat? Vet. I told Rose not to throw her shoes up. Oops. Hier hoor ik toch shit in van te krijgen. Waar blijft de kite in? Is dit Ark? Hallo, hey. Vliegtuigje. Gooi hem naar het raam. Here we go. Moest er daar niet op gaan of zo? Dat is echt de slechtste warp ooit, gewoon. Ja, Verdomme, Mats. Dit was echt de slechtste warp voor een vliegtuigje ooit, gewoon. Nou, oh, ik kan echt niet lopen, gewoon. Kan je wel vaker niet. Het volgende vliegtuigje gooi ik wel. Ik ben wel professional. Oh, verkeerde knop. Oh, nou was de verkeerde kant op. Waar ben je nou? Ja, ik flikkerde de rieker. Ja, hoezo zitten er trouwens ramen in onze boom? Hé, hey, maar het zijn Windows. In ieder geval geen Apple. Het sprong niet ver genoeg. Oh, die schommel beweegt. Nope. Nee, deze gooi ik. Ik kan wel gooien. Oké. Okay. I don't see a way to get to Rose's room yet. Let's get higher. Oh, deze paddenstoelen zijn trampolines. Woo, weird but useful. Ik heb hem niet slecht gegooid. Ik heb... Godver. Kan ik ook respawnen of zo? Nee. Kan ik gewoon vanaf springen? Ja, en dat is handiger. Oh jezus, we moeten een gekke bocht maken. You're a clay man with a rope. Yeah, beware. Heb je het weer verpest? Nee, ik zou nooit iets verpesten. Waarom zit er een... Wat is dit voor gekke... Waarom hebben wij een ingang met een pan op onze boom? Waarom niet?
the fuck is dit nou? Ah, nog een weer een vliegtuigje. Is that our pot lid? What's oh. It doing up oh. Here? Looks like a pulley controls it. Cody, grab on. Wat? Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Oh, de pan gaat open. Het is een blik. Nee, het is een pan. Het is een blik. Het is een pan. Het is een blik. Pan. Dit is dus waarom ik jou wil scheiden. Je kan geen eens koken. Het is een blikpan. Ja, maar jij bent een vrouw. Nee, maar jij bent dik. Ja, dan heb je dus te veel gekookt. Nee, wat gaan we doen? Oh ja, het is heel slim om aan te kloppen bij een random deur in een random boom. Wat de fuck is dit? We're trying to get to the house. The house? What's your business there? Wacht, wat is dit? Is dit een eekhoorn? Ik weet niet of je kunt kijken, maar volgens mij is het een rat. Oh, we zitten vast. Dit is jouw schuld, Mat. Hoezo is alles nou weer mijn schuld? Omdat vrouwen altijd de weg moeten vragen, maar dit is gewoon... Hij is gekke kidnapper. Mannen horen de weg te weten, Jezus. Ik wist de weg ook. Het raam stond open. We hadden gewoon met het vliegtuig naar de raam moeten gaan. Maar jij gooit het vliegtuig niet ook zo weg. Niet? Ik heb helemaal niet misgegooid. Dat is niet waar. Kan je dat bewijzen? Oh, die stekker ligt wel heel lelijk daar. Zo, kapot uit een negeer. Nee, nee, nee. Verbrand het boek. Because then you can become friends again. If you want to borrow the book. Het is wel ziek hard een negeer, holy shit. Ja. Imagine dat je pa dit doet, hé, dan heb je het wel goed verpest. Sorry. Oh. Hoe oud is dat kind eigenlijk? 7 of zo? Oh. Weet ik veel. Wat zit jouw schuld? Are you okay? Yeah, been better, but I'm okay. Het is jouw schuld, door jou zitten we hier vast. Nu komen we in de red room van de deep web. De waps? Nu gaan ze porno's opnemen en verkopen. Het zijn wel eekhoorns. Kijk maar, ze hebben een gekke staart. Het zijn chipmunks. Het is Elvin. Wat de fuck gaat hij doen? Gaan we nou dood? Oh nee, wat de fuck? Kut wapsen. Maar is het wasp of waps? Waps. Is het rasp of raps? Misschien zijn we wel Iron Man. Pa, 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 pa. Waarom willen ze ons gelijk vermoorden? Ja, what the fuck? Wel een mooi one-way glass, trouwens. Ja. Ik heb alleen wat kras op. Oh. Is dat nou een karton deur? Gaat open. Nee, dat ding is voor karton, of niet? Ja. Ja. Sick. We can get you there. Hij ziet eruit alsof hij in Vietnam geweest is. Hij heeft een shank. On one condition. Oh. What do you mean? Follow me. Dit is al opper, dit is Twan. Twan de legerdirecteur. Oh damn. Gaan wij op bezoek bij een befaamde Duitser? Hmm. Nee, denk Stalin. Hey. Mate, that's our remote control. Fuck, de lelijkste afstandsbediening die ik ooit gezien heb. Met dat hoedje denk ik dat we langs gaan bij Thomas Shelby. Look, our family photos. What could they want with those? Waarom nakken ze onze familiefoto's? Oh mijn god! Ze hebben een vliegtuig gemaakt van mijn onderbroek! Dat was een seksueel grapje. Oh, enemy alert. The wasps have invaded our tree and wiped out most of our tribe. You two must kill them. What? We can't kill those
crazy creatures, you nuts. No offense. Don't worry, just survive too. Against a whole swarm of them, surely we'll die. That's why you're going to need these. My latest in cyber hazelnut technology. Oh, dit is James Bond, hoor je dat? Die muziek? Ja. I'm Cody. Cody Bond. 007. My name is Bond. Cody. Holy shit. Oh, de tyfus. Ja, natuurlijk vertrouwen ze mij met explosieven. Ik ga nooit meer een eekhoorn blij zijn dat hij in mijn boom zit. Vanaf nu ben ik bang voor eekhoorns. Gelukkig vertrouwen ze mij met explosieven, dat is heel slim. Volgens mij werkt dat alleen als je op mijn gekke goose schiet ofzo. Laten we het uittesten. Ik weet niet of het ziet eruit alsof de ene kant een vlammenwerper is, de andere kant een raketwerper. Zie je dat? Het ziet er heel eng uit eigenlijk. Waarom geef ze het aan mij? Ik ben het meest intimiderend. Ook al ben ik een vrouw. En je hebt wel blauw haar. Ja. Dat is wel eng. Het enige wat jij hebt is vet. En plant haar. Ja, het is wel jouw schuld dat we hier zitten. Ik ook niet. Precies. At least my underwear is now a sophisticated part of a flying machine. Ja. Of course you do. Twee woorden letters. I can't wait to get back to my real body so that we can get divorced. Oh, me too. Oh.